Volgende werk is van Rian met de dubbel N. En Rian die laat de wereld tussen verlangen en realiteit vorm krijgen. En kleur, vorm en taal zijn daarbij van essentieel belang. En dat in een tekening. En niet alleen een tekening, het is een tekening met als onderwerp een portret. En het portret kijkt ons aan. Een gezicht, een gemoedsuitdrukking, een lege ruimte. En de ruimte wordt begrensd. Heel klein getekend, fijne lijnen. Gevoel voor ruimte, zowel in de opbouw binnen het vierkant, licht tegenover donker, structuren. En die structuren leiden tot beschrijvende waarnemingen. Misschien wel deels gezien. En misschien wel ook voor een deel gevoeld. Als ik kijk naar de duiding van het gezicht, heb ik het idee dat ik naar iemand kijk die wat dromerig aan het denken is. Leeftijd. Ik zie sproeten, dan heb ik de neiging naar een jonge dame te kijken, een jong meisje. Afhangende schouders, in rust, in zichzelf gekeerd. En dat op basis van zo'n klein, voorzichtig getekend portretje. En dan besluit ik maar met het citeren van de boodschap die erachter staat. Hoe schrijf je zinnen van verlangen als ieder woord magie verbreekt? Rian doet mee in Haarlem en binnenkort in Alkmaar.